Hi, ik ben Jelly Brouwer voor de Illustratiebiennale. We hebben een heel bijzonder project zijn we gestart met het Nederlands Filmfestival. We hebben namelijk 11 illustratoren gevraagd of ze een affiche wilden maken bij hun favoriete film. Althans, een Gouden Kalfwinnaar van de afgelopen 40 jaar. Ze mochten zelf kiezen. En die affiches zijn te zien tijdens het Nederlands Filmfestival op verschillende plaatsen in Utrecht. Nou, een van de illustratoren die we hebben uitgenodigd om een affiche te maken is Roxy van Bemmel. En zij koos voor een film uit haar jeugd, te weten Flodder van Dick Maas. Roxy, nou zeg ik wel uit jouw jeugd, maar jij bent piepjong. En die film is uit 1987, dus dat kan helemaal niet. Nee, dat klopt. Dat is een paar jaartjes voor ik geboren ben. Maar ik ben wel soort van opgegroeid met de serie. Dus, de televisieserie. Ja, de televisieserie. Ja, klopt. Ja. En dat komt natuurlijk van de film. Dus, ja. Ja. Wat herinner je daar dan van? Wat is het beeld dat is blijven hangen van de serie? Ik keek dat volgens mij vooral... overdag, als ik ziek was thuis of zo, en dan had je nog van, ja, dan keek ik überhaupt nog tv. Dat doe ik nou nu sowieso niet meer. En ja, gewoon het beeld van zo'n, van het was heel, heel kleurrijk qua karakters. Dus ik denk dat dat me vooral bij is gebleven. En dat contrast tussen ja, gewoon zo'n lekker onaangepaste familie en hele deftige buren eigenlijk. Ja, gewoon vooral die kleurrijke karakters, die zijn maar beter. Ja, enorme contrasten. Zo'n onaangepast gezin dat in een villa-wijk terechtkomt. Ja. Had je ook een favoriet personage? Degene die er het meeste bij zijn gebleven altijd zijn sowieso Kees en Johnny. De vrouwelijke Kees, een van de 6 ongeveer. en dat is ook de reden dat ik haar heb gekozen als beeld voor de positie. Ja, want Kees, gespeeld door Tatjana Simic, voor haar heb je gekozen. Zij staat op jouw affiche, maar zonder hoofd, Roxy. Waarom? Ja, eigenlijk een beetje een gekke keuze, want ik schilder juist heel vaak portretten en juist hele gedetailleerde gezichten, maar ik vond het bij Flodder zo duidelijk al in haar hele figuur en lichaam, dat ze dat hoofd helemaal niet nodig had. En ik dacht van ja, ik kan haar gezicht wel schilderen, maar kies ik dan voor de originele Flodder, dan wordt het weer heel tijdelijk, heel niet tijdloos. En toen heb ik eigenlijk gekozen om haar hoofd juist weg te laten, omdat voor dat beeld had ze dat eigenlijk niet nodig, want je weet meteen wie het is. Ja. Een enorme wulpse figuur, hè? Op en top, lekker ordinair meisje, toch? Ja. Yeah. En nu ben je opgeleid, heb ik nog niet eens verteld, aan Artes. Ja. Vorig jaar afgestudeerd. Nee, 3 jaar geleden. Oh, 3 jaar geleden, ja. Sorry. Afgestudeerd in de richting mode. Nu ben je mode-illustrator geworden. Ja. Ja, dat zie je eigenlijk wel aan het beeld. Ja. Wat je uiteindelijk hebt gemaakt. Ja, ik word altijd heel erg aangetrokken tot mode verwerken in mijn werk. En vandaar ook de keuze voor Flodder. Want er is zoveel leer en dierenprint en roze Cadillacs en glitters en zo aanwezig. Dat werkt voor mij gewoon heel erg goed, omdat je kan daar zoveel in aan afzien meteen. Ja, want wat zie je dan? Ik bedoel, als je zo'n meisje ziet met een panterprint en een naamketting met Kees. Wat is dan jouw associatie? Ja, wat zie je dan? Ja, ik weet niet, ik denk, automatisch denk je, gaat het meteen een beetje naar het gevoel van kitscherigheid. Mm-hmm. Maar, en ook misschien wel het ordinaire, maar dat heeft ook alweer iets lekkers.
Dus ik vind dat, zeg maar, dat klinkt als iets slechts, maar ik vind dat niet per se iets, ik vind dat juist heel leuk, juist niet slecht eigenlijk. Dus die woorden hebben dan juist een negatieve lading, maar dat is het juist niet. En dat is eigenlijk wel een onderwerp sowieso in jouw werk, hè? Jij speelt heel erg met gender, vooroordelen, zie ik dat goed? Ja, wel een beetje, ja. Ik ben er niet heel bewust mee bezig, zo van oké, dat moet in mijn werk zitten. Maar ik denk dat ik daar vooral onbewust mee bezig ben en dat daardoor dat de algemene eigenlijk in bijna alles doorkomt. Ja. En jouw liefde voor de mode. Uiteindelijk heb je er dus voor gekozen om niet zelf te gaan ontwerpen, maar om te illustreren. Wat is daar de achterliggende reden van? Ik vind mode nog steeds mega interessant. En de tijd die erin zit en het ambacht vind ik echt prachtig. Maar ik merkte dat ik daar van die wereld eromheen en de hoeveelheid werk en tijd die erin zat om één jurk te maken bijvoorbeeld. Want de couture is eigenlijk hetgeen wat ik het meest interessant vind. Hetgeen waar echt tijd en aandacht in zit. Eigenlijk de kunstvorm van de mode. De tijd en alles die erin zit, daar raakte ik eigenlijk alleen maar heel erg gestrest van. En je bent zo afhankelijk van zoveel verschillende partijen om een modecollectie neer te zetten. En nu kan ik een schilderij maken in mijn eentje en het misschien in een expositie hangen en ben ik afhankelijk van een ander iemand. Ja, en kan ik dus gewoon alleen in mijn atelier werken in plaats van dat ik weet niet hoeveel mensen om me heen heb. Dus gewoon lekker in je eentje. Ja, dat past veel beter bij me. En in dit geval was het dus een film en een heel gerichte opdracht. Is de film wel vaker een inspiratiebron voor je? De film of Flodder? Nee, de film in het algemeen. Laat je je vaker door films inspireren? Ik denk misschien af en toe wel eens onbewust, maar niet direct. Er zijn wel eens voornamelijk films of series waar dan de esthetiek zeg maar wel in mijn achterhoofd blijft. En dan vooral waar echt een hele wereld omheen gecreëerd wordt. Maar ik heb niet dat heb ik eigenlijk bij geen enkel werk, dat ik een directe inspiratiebron heb van oké, ik heb nu deze film gezien en dan pak ik dit uit en daar ga ik dit werk van maken. Wat is het wel wat jou inspireert? Ik schilder eigenlijk altijd mensen en die interesseren me. Mode interesseert me nog steeds heel erg. Voornamelijk, het is denk ik een greep uit van alles wat bij elkaar komt. Ik kan niet echt één directe inspiratiebron zeggen. Dat vormt zich. Ja, ja en uit stapel. Als je begint met mensen, zijn het dan wel over het algemeen mensen die iets speciaals uitdragen door middel van hun kleding? Ja, maar ook bepaalde gezichten. Ik werk bijvoorbeeld soms van foto's van mensen die ik niet ken. Omdat ze een bepaald karakteristiek hoofd hebben. Of iets interessants, iets wat mij trekt. Vaak wel vrouwen of iets, geen typische mannen. Eigenlijk wel alles wat ertussenin zit. Mm-hmm. En even denken, wat was de vraag ook weer? Nou, op het vooral mensen zijn die jou interesseert, die iets speciaals uitdragen met hun kleding. En toen begon jij gelijk over de hoofden. Dus ik denk dat je antwoord hebt gegeven. Over de hoofden, ja. Ja, ook wel kleding hoor, maar de kleding kan je aandoen. Dus ja. Wat er bijvoorbeeld achter me ligt, dat is, of achter me hangt, dat is een met een kledingstuk van een vriendin van mij. Wat ik aandeed, daar krijg je meteen een totaal andere vibe van. Meteen een totaal ander karakter. Dat enorme blauwe gewaad wat ik daar zie. Ja, klopt. Geef. Ja, en dat kan je natuurlijk aandoen bij iemand die qua gezicht of qua houding, qua uitstraling al interessant is. Ja. En veel zelfportretten ook, hè? Wat ook niet heel vreemd is als ik jou zo bekijk. Ja, dat klopt. Dit klinkt altijd heel raar, maar
Zeg het maar gewoon. Ja, ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt dat het zoveel zelfportretten zijn. Ik denk dat het ook het comfort is van... als ik mezelf film of fotografeer als een referentiefoto. Want ik werk vaak van foto's of van stills, zeg maar van screenshots. Om originele werken te maken. En ik doe dat bij mezelf, dan heb ik totaal geen last van, oh nee, wat moet ik doen? En oh, een model en huh. Dus ik ben al veel vrijer eigenlijk. En ik durf mezelf ook lelijk te maken. Nou, hoeft dat niet altijd, maar het kan. En ik heb ook wel eens dat ik een foto van een vriendin gebruikte of zo. En dan was het werk niet geworden wat ik had gehoopt. Het ligt dan niet aan die persoon. Maar wel aan mij. En dan voel ik me soort van schuldig. Zo van, ja, het is niet geworden wat ik had gehoopt. En tegenover jezelf hoef je niet schuldig te voelen. Nee, inderdaad. Ja. Roxy, we zijn heel blij met jouw case. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Doei.